Die handelaren toch van tegenwoordig. Ik haat ze gewoon. Oh man, waar is iedereen? Alles hier is leeg. Alle shops, er is toch wel iemand? Kom op. Ik heb echt het idee dat ik hier verlaten ben. Dat ik... Oh, dit stukje is van mij, maar dat ik... Dat ik hier gewoon in mijn eentje word achtergelaten door die... klootzak, om het zo maar even te zeggen. Oh, nee, dit kun je niet meenemen. Oh, het is echt waar. Die lui hebben me gewoon achtergelaten. Ze zijn iets van Stefan aan het zoeken, volgens mij. En ze vragen mij niet, terwijl ik... Ik dacht dat we het hadden goed gemaakt, dat ze het achter hun hadden gelaten. Mijn gedrag van eerst, maar... Ik merk dat het weer terugkomt. Ik moet hier weg. Ik zweer. Jurgen. Die andere klotenlui vandaag. Jullie allemaal. Allemaal, de inwoners van hier. Jullie. Jullie zullen het nog wel even voor mij. Ik zal wraak nemen op jullie. Op jullie allemaal. Nooit meer zullen jullie het soms ook gaan zien. Let maar op. Jullie gaan het zo. Oké, daar zijn we dan eindelijk. In de jungle. Ja, laten we gewoon het pad volgen, denk ik dan maar. Want we weten toch niet waar hij naartoe is gegaan. En... Ik vind het goed. Ik denk dat hij wel het pad zou volgen. Lijkt me het logischste. Ik denk niet dat je meteen de bos induikt. Want waarschijnlijk rent hij ook maar gewoon weg. Want ik zou niet zou weten... anders heen moeten. Ik zou niet weten wat hij hier moet zoeken, inderdaad. Oeh. Oh, hier gaan we al naar beneden. Even kijken wat hier allemaal is, man. Ik ben wel benieuwd wie überhaupt deze paden heeft aangelegd en hoe lang die er al zijn. Net zoals op het hoofdeiland toen. Ja. Oh, ik zie hier een rivier. Ja. Misschien is het het beste als we opsplitsen. Ja. Dat Levi en Jim proberen jullie aan de andere kant van de rivier te komen. En dan gaan Emiel en ik proberen gewoon hier aan deze kant verder te zoeken via het pad. Is goed. Ja. Ja? Oké, okay, nou dan zien we jullie binnenkort wel. En dan komt vast wel goed. En als je Stefan hebt gevonden, ik denk dat het makkelijkst is om af te spreken als we Stefan hebben gevonden. Of we hem niet hebben gevonden, dat we over een dag of op zijn laatste, over 2 dagen of zo hier afspreken. Is goed. Want, ja... Dan, als we hem dan nog niet hebben gevonden, dan worden de kansen steeds kleiner dat we hem nog zullen vinden, denk ik. Ja. Dus dan kunnen we beter weer even opnieuw hergroeperen en opnieuw een plan verzinnen. Is goed. Oké, okay, succes! Dank u wel. Yep. Dank je. Oké, okay, Emiel, laten we deze kant op gaan. Ja. Hopen dat we Stefan vinden. Het is tijd voor de grote oogst. Eindelijk mijn farmland 7. Kaal maken en het brood terug naar de havenstad, of naar de hoofdstad bedoel ik, te sturen, zodat de mensen daar ook weer wat te eten hebben. Dat is wel belangrijk natuurlijk, mijn taak, om het voedsel op peil te houden. Waarom gaat het nou ook regenen nu? Moet ik in, heb ik geen zin in, moet ik in de regen werken. En ik heb nog een hoop te doen. Pff, echt een hoop farm land dat ik moet kaal maken, dat is echt... Waarom is mijn farm ook alweer zo groot? Zo, nou. De zon die schijnt gelukkig weer. Dat is al een hele verbetering. Er moet er ook altijd weer eentje zijn die niet meedoet met de groep. Altijd weer die stomme plantjes die net niet ver genoeg gegroeid zijn. Het is toch wel zwaar werk op de boerderij. Misschien is vuurtaarten bakken toch een leuker baantje. Bijna klaar. Eindelijk. Ik bezaai het later wel hoor. Dat ga ik nu niet meteen doen. Eerst maar eens naar de hoofdstad met al het graan. Oké, dan. Het wordt al bijna donker en het is maar eens tijd om te gaan. De zadeltassen van mijn ezel zitten helemaal vol met graan.
op naar de hoofdstad. Als het goed is, is dat deze kant op. Gewoon over de weg. Ik ben wel tevreden met deze half paard, half ezel, beest, dier, ding. Ik heb nog geen naam voor het verzonnen. Misschien moet ik dat maar eens doen. Het is wel heel erg handig. Hij is sneller en sterker dan een normale ezel. Maar ook weer... Het is gewoon heel handig. Het is gewoon een kruising tussen een paard en een ezel. Het heeft de goede kanten van de ezel en gecombineerd met de goede kanten van het paard. Heel erg handig. Zo, ja, daar is de opslag al. De zon gaat onder. En nu hebben we de mensen ook weer wat te eten voor vanavond. Ah, ik heb echt helemaal niks gevonden hier. Hey, Levi. Hey, Jim. Ik zie al dat je de tent mooi hebt opgezet. Klopt, ziet er goed uit, toch? Beetje camouflage. Ja, inderdaad. Ja, het ziet er goed uit. Lekker warm van binnen. Maar, ik had een vraagje. Zullen we samen nog even zoeken naar Stefan? Wat? Denk je serieus dat we hier voor Stefan zijn? We zijn hier voor de tempel, niet voor hem. Hij kan zich vast wel redden. Hij is een volwassen man. Maar, wacht. Je zei het woord tempel, maar wat voor tempel heb je het over? Nou, het tempel van het broederschap. Jurgen komt zo wel, dan leggen we het je allemaal vast wel uit. Ja, oké. Dan gaan we eerst wel even in de tent zitten wachten, denk ik. Is goed. Oké, het wordt ook al een beetje donker. Ja. Maar we hebben nog steeds niks van hem gezien. Skeletons. Zullen we gewoon het pad blijven volgen? Ja, dat moet wel, hè. Oké. Ja, laten we het gewoon volgen en gewoon rustig doorgaan. Uh-huh. Ik snap ook niet, waar is hij ook gebleven? Snap jij dat? Jurgen? Wat is hij nou? Jurgen? Oké, ik ga snel deze kant op en dan zit hij me niet meer en dan kan ik snel naar Levi en Jim. Oké, deze kant op rennen. Ja, volgens mij ben ik hem kwijt. Oké, nu snel Jim en Levi vinden. Zo, oké, daar zijn ze. Jim, Levi, zijn jullie daar? Oké. Hey, Jurgen. Ja. Nou, mooi. Ik denk dat we morgen wel verder gaan zoeken. Dus, bijna wel verstandig. Ja, laten we nu maar gewoon gaan slapen. We hebben maar 2 bedden. Ga jij eerst maar slapen, ik ga wel wachten. Oh, nee, oké, dat is prima. Nou, dan lossen we elkaar wel zo meteen af. Is goed. Trusten. Trusten. Jurgen, je bent op het goede pad. Ik wist dat ik op je kon vertrouwen. Maar luister naar mijn goede raad, mijn jongen. De jungle zit vol met gevaren. Vreemde wezens dwalen er rond. Niets is wat het lijkt. En er is iets wat ik me heb aangeleerd in het broederschap. Pas op met wie je vertrouwt. En kijk op tijd achterom. Oké, nou. Ja, het is tijd. We gaan die tempel zoeken. Als het goed is, en volgens de kaart in het boek, moet hij hier echt heel dichtbij zijn. Dus ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken of we hem kunnen vinden. Hij moet hier ergens bij deze heuvels zijn, dus het kan niet heel ver meer zijn. Moet wel even uitkijken, want er zitten wel heel veel mobs hier in de buurt. Yes. Inderdaad. Maar gelukkig is het dag, dus dan zijn ze niet zo sterk. Oh, ook nog regen. Jungle, hè? Het moet hier ergens zijn. Oh, hier zie ik het. Oh ja, volgens mij zie ik het hier. Ja, ik zie. Oh. Even kijken hoor. Ja, dit is hem. De tempel. Dit zijn de tempels. Oh.